Waarom kiezen we bijna allemaal een partner die op ons lijkt? Dit is de Universiteit van Nederland. Vrouw, 30 jaar, hoogopgeleid, uit gegoede familie en knap, zoekt man. 30 tot 35 jaar, ook hoogopgeleid, met goede baan, sportief, muzikaal, creatief, avontuurlijk, maar bereid te settelen, zorgzaam, zelfverzekerd en tegelijkertijd kwetsbaar. En verder aantrekkelijk, thuis in de Aziatische keuken en liefst ook kenner van Bach. Nou, in onze zoektocht naar een partner hebben we veel persoonlijke wensen en sommige extreem veel. Het voelt als iets heel persoonlijks en al onze verhalen hier in de zaal zijn unieke verhalen. Maar als socioloog ga je kijken naar patronen in al die individuele partnerkeuzes tezamen. En dan ontdek je dat het niet alleen maar die persoonlijke wensen zijn die een rol spelen, maar dat er ook andere factoren zijn. Dus in het volgende kwartier niet een romantisch verhaal over die ene liefde, maar een sociologisch perspectief op partnerkeuze. Een enorm consistente bevinding in het sociologisch onderzoek is dat mensen een partner hebben die op hen lijkt. En met op elkaar lijken bedoel ik in sociaal opzicht. Dus in termen van opleiding, religie, etniciteit, herkomst, klasse, leeftijd, dat soort zaken. En ik heb het niet over persoonlijkheid. Drie dingen zijn belangrijk, spelen eigenlijk een rol bij die partnerkeuze. In de eerste plaats moet er een eerste ontmoeting plaatsvinden, anders wordt het natuurlijk eigenlijk nooit een relatie. Dus we zijn afhankelijk van ontmoetingskansen. Alle mensen die wij tegenkomen in ons leven, die vormen de pool van potentiële partners. Ja, daar zijn we tot beperkt, daar zullen we het mee moeten doen. En voor sommige mensen is die pool van partners niet zo heel erg groot, zeker als je een druk boerenbestaan leidt op een afgelegen boerderij. Dan heb je af en toe wat hulp nodig in de vorm van Yvonne Jaspers om dat aanbod wat te vergroten. Want van het aanbod dan moet je het mee doen. Waar ontmoeten mensen elkaar eigenlijk? Hebben jullie enig idee? Gaan we even een klein testje voor doen. Om te beginnen, willen jullie een vinger opsteken als je op dit moment een relatie hebt? Dat wordt echt ruimschoots kiezen hier. Oké, zou ik jou mogen vragen waar je je partner ontmoet hebt? Ja? In de discotheek. Een hele goeie. Dus mag ik het ook aan u vragen, meneer? Waar heeft u uw partner ontmoet? Ja? Ja. Via Tinder? Je bent goed bezig voor mijn lijstje. Ik heb hier de top 5 namelijk, waar Nederlanders hun partner ontmoeten. En ik ben blij dat jullie met me mee wilden doen. Op nummer 1 staat namelijk uitgaan en vakanties. En recreatie met ongeveer een derde van de stellen die de laatste jaren bij elkaar zijn gekomen. Nummer 2, bij vrienden en kennissen. Ja. Nummer 3, op het werk. Nummer 4, daar hebben we hem. Op internet, of via internet. Echt met stip de top 5 binnengekomen de afgelopen 10 jaar. En op school. Ja. Die Good Old contactadvertentie, overigens, is nog maar in 0,1% van de gevallen de start tegenwoordig. Nou, waarom zijn deze ontmoetingsplaatsen, waarom zorgen die nou voor dat partners op elkaar lijken? Nou, het cruciale punt is dat die ontmoetingsplaatsen sociaal homogeen zijn. Neem deze zaal. Stel, u ontmoet hier vanavond uw toekomstige partner. Nou, heel veel van jullie hebben er alleen, dus doe maar niet. Maar stel, dan durf ik een beetje te voorspellen dat het iemand is die op je lijkt. Want jullie hebben allemaal met elkaar gemeen dat jullie het leuk vinden om naar dit soort praatjes te komen luisteren. Mijn voorzichtige schatting zou ook zijn dat de meeste van jullie een bovengemiddeld opleidingsniveau hebben. Ja, en als dit de mensen zijn die je ontmoet, zul je dus sowieso al een beetje op elkaar lijken. Nou, een onderzoeksbevinding waar dit belang van die ontmoetingskansen eigenlijk uit spreekt, komt uit onderzoek naar homogamie, dat is de mate waarin partners op elkaar lijken, onder homoparen in vergelijking met heteroparen. En die pool van potentiële partners is onder homo's veel kleiner, omdat ze kleiner in aantal zijn. En inderdaad zien we homoparen, dat er minder gelijkheid is in opleiding tussen de partners dan dat we bij heteroparen zien. Nou, binnen deze pool van potentiële partners kunnen we gaan kiezen. En dan komen die persoonlijke wensen aan bod. En die zijn er eigenlijk in twee soorten, die voorkeuren. De eerste soort voorkeur is die voor sociaal-economisch succes.
het leven is nou eenmaal gewoon makkelijker als je het financieel goed hebt. En een partner met veel inkomen of status of prestige is aantrekkelijk. Ja, en in principe geldt ook, nou ja, hoe hoger hoe beter. Maar als we een voorkeur hebben voor hoe hoger hoe beter, waarom zouden we dan partners hebben die op ons lijken? Ja, nou, stel je even heel simplistisch voor dat we alle mannen en alle vrouwen gaan rangordenen op een maatschappelijke ladder. En we gaan even alleen van man-vrouw relaties uit. Ja, die hoogste vrouw, ja, die wil wel hoger, maar ja, daar is niemand. En lager, ja, dat doet ze niet, want ze heeft zoveel te bieden. Je hebt dus wel wat beters te krijgen. Dus die gelijk, laten we even zeggen, gelijk opgeleide man, dat is het beste wat ze hebben kan. Voor die vrouw die iets lager opgeleid is, ja, die wil misschien wel omhoog, maar die man is al bezet door die andere hoogopgeleide vrouw. Nou, dus haar beste optie is ook een gelijk opgeleide man en dat gaat de hele ladder door naar beneden. Nou denk je misschien, er was toch ook zoiets als downdaten? Ja, oh ja, ik hoor het al. Ja. Er is een toenemende groep hoogopgeleide vrouwen, overigens ook laagopgeleide mannen, die moeite hebben om aan een partner te komen, die dus langer en vaker single blijven. Hoe kan dat? Nou, dat proces van matching wat ik net uitlegde is, dat voeren we niet tot in perfectie uit. In de samenleving heersen ook nog steeds normen en waarden. En een deel daarvan zijn traditionele opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich behoren te gedragen. En volgens die normen is het voor mannen nog wel sociaal geaccepteerd om omlaag te trouwen, of te downdaten, zoals het heet. Maar voor vrouwen is dat eigenlijk niet zo gepast. Waar komt dat op neer? Dat die hoogst opgeleide vrouw, ja, omhoog kon ze niet, maar in haar zoektocht naar die gelijk opgeleide man heeft ze niet alleen concurrentie van die andere hoogopgeleide vrouwen, maar ook van die vrouwen net een treetje onder haar, want die zijn ook nog acceptabel voor deze mannen. Nou, als je dan ook nog eens bij optelt dat de groep hoogopgeleide vrouwen enorm is toegenomen de afgelopen jaren, ja, is er gewoon een tekort aan die hoogopgeleide mannen. Dit was allemaal die voorkeur voor sociaal-economisch succes. We hebben ook een heel andere soort voorkeur. Een voorkeur, een beetje in culturele zin, dat we graag iemand hebben die op ons lijkt. Die dezelfde interesses heeft, dezelfde basiswaarden, wat je belangrijk vindt in het leven. En dat vind je bij iemand met hetzelfde opleidingsniveau, dezelfde etniciteit, religie, herkomst, etc. Ja, je kunt je wel voorstellen waarom we dat prettig vinden, want het maakt de relatie wel stukken makkelijker. Als je een beetje op één lijn zit en kunt communiceren en elkaar begrijpt. Dus je moet als stel zoveel belangrijke dingen doen. Je moet bepalen hoe je je leven inricht, qua werk en vrije tijd, hoe je je kinderen gaat opvoeden, waar je geld aan uitgeeft en waaraan niet. Dus het is toch wel heel handig om een beetje op één lijn te zitten. Die overeenkomstige interesses die zorgen er ook voor dat je samen dingen kunt ondernemen. Samen activiteiten kan doen waar je dan ook allebei lol aan beleeft. En ook dat is prettig in een relatie. Dus zo herkennen we dit beeld waarschijnlijk. En mocht je hier dan niet zelf in herkennen, dan misschien wel zo. Of zo. Punt is, we vinden het heel prettig als we af en toe tenminste ook iets kunnen doen met onze partner, wat we samen leuk vinden. Een mooi recent sociologisch onderzoek, waar die voorkeuren heel mooi naar voren komen, speelt zich af op die datingsites. Ja, dan moet je je voorstellen dat er onderzoekers zijn die toegang hebben tot de complete database achter zo'n online datingsite, geanonimiseerd, ter geruststelling, met alle profielen, wie er naar wie berichtjes stuurt en wie er weer reageert op berichtjes. Nou, heb je volledig eigenlijk in kaart. En dat is een hele mooie setting, een hele mooie context, die datingsites, want ontmoetingskansen spelen daar niet echt een rol. Nou, wat komt daaruit uit dat onderzoek? Dat mensen meer geneigd zijn om zo'n eerste contactpoging de deur uit te doen. En ook om sneller te reageren op zo'n contactpoging als het iemand is van hetzelfde opleidingsniveau. En ook voor etniciteit hebben we deze voorkeuren duidelijk gevonden. Dus binnen die pool van potentiële partners die we hebben, gaan we kiezen op basis van voorkeuren. En zowel die voorkeur voor sociaal-economisch succes als een voorkeur voor culturele gelijkheid zorgt ervoor dat partners op elkaar lijken. Niet alleen die voorkeuren van jezelf, en ook die van de partner natuurlijk, zijn relevant. Mensen laten zich ook leiden door de voorkeuren van hun sociale omgeving. Het is namelijk ontzettend vermoeiend als je steeds je partner moet verdedigen en tegen die weerstand moet opboksen van je vrienden en familie. Maar wat willen die? Wat wil de omgeving van ons? Die wil eigenlijk ook dat we iemand kiezen die op ons lijkt uit de eigen groep. Want er is een behoefte om de groep in stand te houden. Dus daarom nog niet te veel invloeden van buitenaf te laten komen om waarden en normen te beschermen, om posities te beschermen. Ja.
heel duidelijk voorbeeld daarvan vind je in het verzuilde Nederland. Als je destijds als protestantse jongen een katholiek meisje naar huis wilde nemen, botst dat op heel veel weerstand. Die families die verzagen allemaal problemen met dat protestantse invloeden de katholieke familie binnen zouden komen. En hoe moeten die kinderen nou opgevoed worden? Dat was eigenlijk een bedreiging van het voortbestaan van de eigen groep. Soms reikte die afkeur zelfs verder dan het graf, in letterlijke zin. Ik heb hier namelijk een beeld voor jullie van een echtpaar, een gemengd gehuwd echtpaar. En aan de ene kant van de muur is de katholieke begraafplaats, daar ligt de katholieke partner. En aan deze kant van de muur is de protestantse begraafplaats met de protestantse partner. En zelfs na hun dood, terwijl ik al denk dat ze in het leven ook niet al zo makkelijk hebben gehad als gemengd paar, mochten ze niet samen in het graf liggen. Ze zijn alleen verbonden met die handjes daarboven. Ja. Een ander voorbeeld, en dat is echt een bizar partnerkeuzevoorbeeld wat ik voor jullie heb om dat belang van die sociale omgeving te benadrukken, heb ik zo een filmpje van waar jullie mee mogen kijken. Nou, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de familie, de omgeving, dus de familie hierin, doorslaggevende rol heeft gespeeld in het tot stand komen van deze huwelijken. Nou, kijk even mee. Jaren 50, Brabantse dorpje. In Berkel en Schot in Noord-Brabant vestigden de families De Kort en Bertens een nieuw wereldrecord bruiloft houden. Jo De Kort en Piet Bertens vormden samen het eerste bruidspaar. Ad De Kort en Ann Bertens het tweede. En het hield niet op, want achtereenvolgens kwamen nog de paren Annie De Kort en Gerard Bertens, Riek De Kort en Frans Bertens en Tini De Kort met Jan van Haren, die een familielid is van de Bertensen. Dankzij een gedegen voorbereiding slaagde men erin in de trouwzaal verwarring te voorkomen. Doordat ik deze voorbeelden gebruik, denk je misschien dat het helemaal niet meer van deze tijd is, die sociale omgeving. Die invloed van de sociale omgeving. Maar dat is niet waar. Dat is nog steeds van alle tijden. Want het willen behoren tot een groep en je willen conformeren aan de wensen van je omgeving, dat is iets blijvends. En dit is waarom ik dit als socioloog zo'n intrigerend onderwerp vind, die partnerkeuze. Omdat het allemaal die ontzettend individuele beslissingen lijken. Zijn individuele beslissingen. Maar op dat hogere niveau, als je al die beslissingen tezamen kijkt, zien we dat zonder dat die individuen daar zelf eigenlijk weet van hebben of het dat doorhebben, dat er gevolgen zijn voor de samenleving, die zijn eigenlijk negatief. Ja, want dat soort zoekt soort mechanisme zorgt ervoor dat er of huishoudens bestaan met hoogopgeleid, of juist met laagopgeleid, in plaats van allemaal huishoudens die een beetje gemengd zijn in opleidingsniveau. En bedenk maar eens, het maakt nog wel een beetje uit als kind of jij opgroeit in dat dubbel succesvolle gezin of in dat dubbel wat minder succesvolle gezin. Dat bepaalt of jij bij een sportvereniging kan en op muziekles. Of je meegenomen wordt naar de bibliotheek, naar het theater. Of je huiswerkbegeleiding en CITO-toetsenbegeleiding krijgt. Ja? Dus die partnerkeuze, al die individuele partnerkeuzes, zorgen voor ongelijkheid die zich ook nog eens doorzet naar volgende generaties. Daarnaast een heel ander soort gevolg van al die partnerkeuzes is dat er eigenlijk minder integratie is in de samenleving dan zou kunnen. Ja, als alle autochtonen onder elkaar blijven kiezen en alle allochtonen, ontstaan er geen dwarsverbanden. En juist die dwarsverbanden kunnen zorgen voor onderling begrip en integratie. Dus dit zou misschien willen zeggen dat we voor de samenleving eigenlijk misschien beter liever dit hebben. Vrouw, 30 jaar, hoogopgeleid, een uitgegoede familie. Een overtuigd atheïst zoekt man. Ik hou van iets anders. Ben jij die laagopgeleide, diepgelovige man van middelbare leeftijd? Schrijf me. Maar oh jee, dilemma. En hier wordt het als voor socioloog weer interessant. Want wat heeft onderzoek ook uitgewezen? Dat relaties waarin partners niet op elkaar lijken, of weinig op elkaar lijken, in opleiding, religie, etniciteit, herkomst, dat die sneller uit elkaar gaan. Met alle negatieve gevolgen, ook voor de samenleving van dien. Dus wat te doen? Nou, laten we op persoonlijk vlak maar gewoon blijven kiezen voor die partner, omdat hij of zij zo lief, leuk, spontaan, grappig en aardig is. En als je dan toch een keer bedenkt, hey, we lijken eigenlijk best wel veel op elkaar in sociaal opzicht, nou, geef dan maar gewoon de schuld aan die ontmoetingskansen, voorkeuren en de sociale omgeving. Wil je nou nog veel meer weten over de liefde? En dat willen jullie. Ja. Kijk dan naar een van de volgende colleges op dit thema.